Hallo kijkers van Dutch Gamers Daily. Hier weer Survivalen met Stefan. We zijn nog steeds bezig in deze mine. Ik denk dat we maar even dit kleine stukje nog gaan minen en dan maar eens gaan zoeken naar iets leuks anders om te doen. Misschien iets bouwen of zo. Dat kunnen we doen. Of alvast beginnen en in de nether te gaan zometeen, want we hebben al een nether portal en we hebben vast ook wel een iron en een flint om een flint en steel te maken, zodat we erin kunnen. Mister. Dat is mijn moeder. Oh. Ja. Ja, dus we kunnen die poorten gaan maken. Ja, even dit kleine stukje nog weghakken en dan gaan we de portal maken. Dat is prima. Zo. Let's go. Heb ik een flint en een steel in mijn inf? Weet niet. Ja, ik kan er wel één maken. Hup, dit drop ik even. En dan doe ik zo en zo. Oh, het moet andersom blijkbaar meer. Zo. En dan maak ik hem gewoon in de muur. Want dan kan je achter die muur een klein doorgangetje maken, zeg maar. Trouwens wel even. Wat ik ook gezien had en het zag er best leuk uit. Ga ik nu even ophalen. Oké. Hm? Nee. Naar boven. Zo. Hey, kipjes hebben weer een ei gelegd. Twee zelfs. Hij spuugt hem zo uit toen ik eraan kwam. Zou ik ook doen. Zo, ik heb weer twee eieren. Ik zal ze gelijk hier neerpletteren. Misschien krijgen we dan weer... weer geen extra kipjes. Ik wil eens zien dat we nu kleine erbij hebben. Dan kunnen we lachen. En dan zit hij daar, die hele kleine kooi zit helemaal vol met een stuk of 20 kippen. Ja. Dikke mishandeling en zo. Zo. Glas. Dan gaan we weer naar beneden. Wee! Zo. Nou. Zo. Is die klaar? Ja, nee, de portal bestaat al. Oké, dan kom ik zo. Hij komt zo. Oké. Paar tellen wachten. Oh. Dan doe ik eventjes mijn inventory een beetje legen, want... Oh ja. Ik heb aardig wat spullen bij. Ik heb serieus weer diamond gevonden. Oh. Gaat goed.
Ja, deze pickaxe is ook alweer halverwege, dus dat mag ook wel. Ja, daar. Nou, de portal zit daar. Maar hier stoor ik nog even wat spullen en zo. Heb je, geef mij eens wat diamonds. Wat wil je? Waar zit je hier? Nee, 4. 5. Oké, dat is beter. Ik moet even een pickaxe en een ding maken en een zwaard. Oh ja, mag ik wel dat kiezen zwaardjes wel? Ja. Als je in de nether komt, dan moet je wel voor je vlees vechten natuurlijk, hè? Ja, toch wel. Oké. Ja, ben jij zover? Ik leeg mijn leven. Alleen, wat wel zo is, ik denk dat we beter even de coördinaten van ons huis opschrijven. Want als wij de nether in gaan en we gaan een heel stuk lopen en we gaan dan de nether weer uit door een portal te gebruiken. Ja, dan is dat best moeilijk. Dus zou jij een klapblokje kunnen maken, bijvoorbeeld op je bureaublad. En dan... Ja, ik heb wel mijn mobiel, anders. Ja, oh ja, dat kan ik ook doen trouwens. Oké, is goed. Ik stuur hem gewoon naar jou toe, zeg maar, die coördinaten en dan... Ja, dan heb ik ze ook. Dan de ei doe ik niet, want de ei kan elke hoogte zijn hier zo. Ja, inderdaad. Zo. Dat is hem. Dat is ons huiscoördinaat, zeg maar. Nou, gaan we er nether in nu, denk ik. Ja, ik was nog deze en een zooi weg doen. Maar wat ook zo is... Je weet niet waar je netherportal komt, dus ik denk dat het beter is als jij bijvoorbeeld alle spullen in de chest doet of zo. En dat jij even kijkt waar onze netherportal uitkomt. Voor hetzelfde geld spring je zo de lava in als je door de portal heen gaat. Je weet maar nooit. Oké, ik zal dan... de chest daar neerzetten. Nee, ik heb hier wel even een chest. Ik ga eens neergooien. Dan ga ik een rondje lopen in de suicide. Ik hoop het niet. Voor je. Nou, even kijken hoe mooi het is. We zitten op een hoog stuk. Als je te ver loopt, dan val je inderdaad. Ja, je weet het wel. Dus je moet uitkijken waar je uitstapt. Stap je aan de goede kant uit. Niks aan de hand. Stap je aan de verkeerde kant uit? GF, bro. Ja, heel ver naar beneden dan één massive lava pool. En als ik hem hier een beetje ga rondlopen... Nou, dan kan ik wel naar binnen gaan. Ja, je kan en uitkijken, hè. Ja, die kant op, ja. Oh ja, ik zie het. Wow. Ja, we zitten ook best laag. Ja, omdat we natuurlijk What the fuck? En ik hoor... En dan... Straks... Ik zie ze nog niet, dus... Nee, ik hoor er wel één. We kunnen boven ons zitten, want we zitten op... Oh, toch wel op laag 45. Dat scheelt nog. Ik weet niet waar we uitkomen nu, maar we moeten wel goed oppassen. Niet dat je nou opeens naar beneden valt, zo de lava in. Nee, je moet hier echt goed uitkijken waar je loopt. Niet dat het van mij uitmaakt. Ja,
Jij hebt er niks bij, maar ik heb een diamond pickaxe bij. Hoe joh? Ja? Ja. Je hebt in ieder geval geen licht nodig. Nee, dat scheelt wel. Komen we ooit ergens uit? Ik weet niet, waar ben je eigenlijk? Stefan! Een keer dat ik alles dicht zette. Ik denk dat ik maar eens naar boven ga. Zo. Deze plop blub 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 naar. Diamond pickaxe brak. Oh. Wat oh. Hey. Huh? Waarom zei je oh? Omdat je ding brak. Oh, ja, ik heb er nog één bij hoor. Hoor je vuur? Het zou kunnen betekenen dat we bijna boven zijn. Hey, hier is wat. Lol. Cool. Lol, kijk eens, free glowstone hier. Jee, kunnen we een paar blokjes van maken. Yep. Alleen hier loopt het weer dood. Dan ga ik hier gewoon verder met mijnen. Hoeveel netherstone heb ik nu al? Jezus. Oké, de map werkt dus niet in de nether, ben ik achtergekomen. Dan heb je gewoon grijs beeld. Zul je ook wel zien in de video als je later terugkijkt. Oké, ik hoor weer vuur. Daar ergens zit vuur. Ik heb nu al gewoon iets van 7 stacks met het spul. Zoals ik heb er bijna 2. Ja, alleen van het oprapen van mij. Ja. En die vlam komt steeds dichterbij. Ja. Dat was dus de vlam. Ik dacht even dat het lava was. Ja, kijk eens. Eindelijk, groot gebied. En nog meer glowstone. En ik sta in een fik. Tuurlijk. Heb je voedsel? Nee, ik heb niks bij me. Oké, dan moet je geen pixelmies aanvallen. Zo. Hier, soul scent. Even
stack Soul Sand meenemen. Wow. Zeker lava of niet? Moet je hier kijken, het ziet er best nice uit. Ja, wacht even. Ik hoop voor dat je shift het goed doet. Nou, het is control bij mij omdat ik Flymod normaal in heb geïnstalleerd, alleen gewoon niet gebruikt. Nou, ik heb geen zin om dat helemaal eruit te halen, want dan moet ik het weer inzetten en zo, en dat is gewoon irritant. Zo. En niet slaan, Stefan. Nee. Oh, het ziet inderdaad wel epic uit. En ik loop heel langzaam. Moet je springen. Nou, ik ga hier niet springen, dan ben ik dood. Moet er wel een manier zijn om naar beneden te gaan. Je nog met loop zo in de muur. Ja, klopt. Dat was ik ook. Met drie vriendjes. Ja, ik ga die vrienden bevechten. Ja? Ja. Als ze maar niet achter mij aankomen. Ze geven niks. Nee, alleen gold nuggets. Zo. En kip nuggets. Hoeveel van dat glowstone dust heb jij al? Iets meer dan een stack. Ik heb ook iets meer dan een stack. Ik heb nu anderhalve stack. Oké, nice. Dan gaan we hierheen, want hier zag ik dat er de beste manier was om naar beneden te gaan, zeg maar. Kijk. Hoef. Hier een stuk naar beneden. Natuurlijk, jij moest wel weer springen. Was niet de bedoeling. Ja. Zo. 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 Zijn beneden. Oké, deze ga ik niet aanvallen. Ja! Dit is oneerlijk! Waar zit je? Daar zit je. Hoezo? Nou, kijk eens! Alleen maar lava! Ja. Als mijn shift het begeeft, ben ik te lul. Dit is geen goed idee! Wat? Ik hoorde, kijk eens wat daar boven vliegt. Dit is geen goed idee. Dit is geen goed idee. Dus mijn render dus is te klein voor, denk ik. Oh, ik hoor, hij schiet! Hij schiet! Stefan, maak dat je wegkomt! Ja, er plofte iets naast hem. Ja. Pas op. Hij schiet op jou! Ik ga me inbouwen, vriend. Ja. Kom erin, snel. Dan maak ik hier de nieuwe nether portal. Oh, hij schoot! Stefan erin! Kut beest. Verpest ons hele netheravontuur weer. Zo. Gaan we hier de nieuwe portal maken. Pas op. Verhoor je niet. Daarachter zit namelijk een doodgaansplaats.
mag rennen weer. Nee, ik. De kat weer. Gaat u met die knikken? Nee. Wat nou weer dan? Hij zit in een vuilniszak. In een vuilniszak? Ja. Wat mag dat jij, jongen? Gewoon te slapen, joh. Zo. Hè? Yep. Ja, ik moet die ene obsidian hebben die daar zit. Gewoon verkeerd gemined. Fijn. Nee, dat meen je niet. Oh, gelukkig. Daar heeft toch Vlinder Steel was vergeten. Heb je... Moest dat nou die nether... Oké, jij eerst. Er gebeurt niks. Ja. Oh, jawel. Wow, 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 wow. In een dungeon. In een dungeon? Yep. Is de kust veilig? So far it is. Okay. Waarom in een dungeon? Moeten wij nou echt die pech hebben? Nou, het is maar op plan 48, hè, dus. Nou, oké, okay, wacht. Ik ga hierbij afsluiten. Mensen, willen jullie zien hoe dit afloopt? Kijk verder naar de volgende aflevering en ik zeg later.